Lieve mensen, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video hier op Quinka. We zijn weer aanwezig. Ja, collega. We zijn weer aanwezig hier op de Kapelsebrug. En het is weer tijd voor een nieuwe vlog voor jullie vandaag. Ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Ik heb weer wat leuke informatie en natuurlijk wat leuks om te melden tegelijkertijd. Want we hebben weer wat gehaald en daar komt dan ook een hele mooie stadsbus voorbij. Ja, er kan er maar één zijn natuurlijk. Maar ja, ik kan niet wachten jongens om deze vlog in te leiden met jullie. En ik zou zeggen, kijk gezellig mee. Nou, we rijden vandaag met de 8807 en het is weer heerlijk lente weer, jongens. En kijk eens hoe laat het is. Het is 8 uur 15, kwart over 6 en het is heerlijk weer buiten. De lente begint. Het is een beetje wisselvallig vandaag. Het regent en dan weer niet en dan weer wel. Het is een beetje dubbel, maar ik heb het heerlijk naar mijn zin zo. Als allereerst wil ik beginnen met het vertellen dat ik jullie heel erg dankbaar ben dat we de 5000 abonnees hebben gehaald, jongens. Het is gewoon gelukt. De droom is waar. Ik heb gewoon de 5000. Hoe bizar is dat? Dat er gewoon stevig voor. Er zitten hier gewoon 5000 mensen in die bus. Moet je jezelf voorstellen. Dat zou echt bizar zijn. Nou, ik zei dus op de Kapelsebrug en er komt hier zo'n gigantische, mooie, lange stadsbus aangereden. Nou, misschien wel leuk om te vertellen. Deze bus zijn dus 10 meter in onze benaming. Wij noemen ze 10 meters. Maar oorspronkelijk zijn ze eigenlijk 10,5. En ook heel anders dan onze Citea. Want zoals je kan zien staat daar een Citea. Dan zie je aan de voorkant een soort van smiley. En hier is het gewoon... Ja, ik vind dit persoonlijk toch wel iets mooier en wat meer hebben. En deze bussen verdwijnen langzamerhand uit het stadsbeeld van Nederland. Dus ja, hier kan je er nog van genieten. Deze rijden oorspronkelijk op de stad van Gouda. Maar hier komen ze af en toe ook wel eens rijden omdat we wel eens wisselen van bus. Maar ja... Wel jammer dat ik deze vandaag niet bij me heb, maar ja, ik moest naar Utrecht en dan mogen deze bussen helaas niet heen. En we rijden natuurlijk niet met deze bus naar Utrecht, omdat dat er zijn 10 meters en dat is gewoon te klein voor zo'n lijn, want dat is hartstikke druk natuurlijk. Dus dan die extra meters altijd handig. Nou, Karel is net weggevlogen, we hebben ook nog Wilhelminus en dat zijn onze vaste mail hier op de Kapelsebrug. Die komen altijd naar je toe als je wat te eten hebt, maar nou, ik heb nou niks, dus hij is gevlogen. Zo, maar lieve mensen, we hebben dus ook een omroep in de bus. En die gaat mijn aardige collega even aanzetten, zodat jullie kunnen horen. Want hoe werkt het nou precies, zo'n omroep in die bus? Kunnen we dat nou zelf bepalen of gaat alles nou automatisch? Nou, dat ga ik u een beetje uitleggen. Daar komt hij. Volgende halte, Raadhuisplein. In Krimpen aan den IJssel. Sommige mensen kennen die omroep al natuurlijk, want deze is pas sinds kort toegevoegd bij Arriva. Misschien ondertussen alweer bijna 2 of 3 jaar, sinds de coronatijd is dit ingevoerd. Maar daarvoor hadden we een andere, en dat was een mevrouw gewoon, dat was Bea. En dit is voor mijn Loesje, zo noemen wij dat behind the scenes blijkbaar. Maar die omroep kan je dus zelf bedienen, maar je kan de omroep dus ook automatisch laten gaan. Nou, hoe werkt dat nou precies? Ik zal het jullie een beetje uitleggen. Nou, je ziet dat hier alle haltes erop staan. Alleen de tijd klopt niet, want ik hoor nu nog niet te vertrekken. Ik heb pauze. Elke keer als je een halte voorbij rijdt, dan gaat de omroep eigenlijk automatisch naar de volgende. Maar je kan het ook zelf bedienen, zoals mijn collega net heeft gedaan. Dus als je gewoon de halte doordrukt in het systeem, dan gaat hij ook omroepen. Maar hier zie je nou dat de volgende halte Krimpen aan de IJssel Raadhuisplein is. Dat heb je net ook gehoord. Maar dan weet je een beetje hoe dat werkt. Nou, ik kan het even hier snel laten zien aan jullie. Je ziet ondertussen dat de Leiden station halte Haas gereserveerd voor de Keukenhof. Ik wil heel graag voor de Keukenhof rijden, maar daar heb ik nog niks echt voor qua planning voor. Dus ik denk dat dit jaar ook niet gaat gebeuren en misschien volgend jaar ook niet. Maar ik kan dus als ik hier op druk, dan gaat hij dus de halte omroepen, zoals je kan zien. Zie je, dan staat hij nu door naar de volgende. En dan gaat hij als het goed is zo omroepen. Of hij heeft dat net al gedaan, dus ik denk dat hij nu niks gaat doen. Maar in ieder geval, het is de bedoeling dat hij dan gaat omroepen. Als ik hem nu nog 1 halte verder zou doen, dan gebeurt datzelfde. Maar ja, dan raakt heel het systeem in de war. Dus ik hou hem even op de Kapelsebrug. Maar zo werkt het een beetje. En nu kan je natuurlijk ook omroepen in de bus. Kijk, zoals jullie weten kan ik niet laten zien hoe je een bus start of hoe je een bus, zeg maar... Wie doet het er? Dag Kobi! Geweldig. Heel leuk stel is dat. Maar zoals jullie weten, ik mag niet laten zien hoe je een bus start of iets in die richting. Maar dit soort kleine dingen kan ik wel laten zien. Want hoe communiceren wij nou gewoon met de collega's? Nou, daar hebben we deze mooie kast voor. Dat is een Motorola. Wat staat eronder? CM340. Nou, ik heb daar nul verstand van. Maar als ik dus een heel mooi knopje hier indruk, en dat is namelijk dit knopje, kan ik dus communiceren met de collega's. En dan kunt u het proberen. Werkt ze nog, Kobi? Ja, jongen. Gezellig! Dat kan mooi. Nou, dat is dus onze liefdallige collega Kobi. Als Wim dit ziet, groetjes, je zit in de vlog. Maar zo werkt dat ding dus een beetje. Dan kan je met elkaar communiceren. Maar je kan ook in de bus communiceren. Ja, dit knopje is gewoon voor een lampje om dat aan te zetten. Maar als ik in de bus wil praten, druk ik deze in. En dan praat ik in deze microfoon. Maar dan weet je dat een beetje hoe dat werkt.
Nou, ik heb even voor de demonstratie, heb ik met behulp van mijn collega hier even de bus naast elkaar gezet. En zo zie je maar wat het verschil is tussen zo'n stadsbus en een normale 12 meter. Laten we eerst even in de 12 meter bus lopen. En dan zie je eigenlijk, als je binnenkomt, gelijk al een heel groot verschil is dat dit wat anders eruit ziet dan in die stadsbus. Maar daar gaan we zo meteen heen. Kijk, zoals je hier ziet, zie je hier een soort wat operige ruimte. En hier zit dan de incheckpaal. Dat is bij die stadsbus hetzelfde. Alleen een wat andere indeling. En natuurlijk de indeling zelf is compleet anders. Want hier heb je natuurlijk twee stoelen. En dan heb je bij die stadsbus één. En hier heb je natuurlijk een fietsruimte. Dat verschilt ook per bus. Want de 8700 serie heeft dus hier ook weer van die klapstoeltjes zoals je daar hebt. En voor de rest is eigenlijk in principe bijna hetzelfde. Ook alleen een ander logo op de achterkant. Dus namelijk hier in deze bus zitten de Tulp. En daar is het Stad van Gouda. Maar ik zou zeggen, kijk maar even in de stadsbus. En natuurlijk niet te vergeten dat dit het dashboard is van een 12 meter. Dat is wat meer overzichtelijker, vind ik persoonlijk. Wat is ook wel een nieuwer model natuurlijk. Maar ze komen voor mij wel uit hetzelfde bouwjaar. Alleen deze zijn dan gewoon een nieuwer model. Nou, dan kom je hier in de stadsbus aan en het is gelijk heel anders. Het is echt wat meer, ik vind het meer cabineachtig op een of andere manier. Alleen je ziet wel dat het inderdaad wat verouderder is vergeleken met het andere interieur. Het valt me wel op dat hier nog wel een DAF-logootje in zit. Heel veel bussen hebben dat niet meer, want dat is allemaal uitgehaald. Maar dan zie je een beetje het interieur van deze bus. Ja, het ziet er gelijk veel kleiner natuurlijk. Stadsbus, meer ruimte om te lopen. En natuurlijk achterin... is eigenlijk in principe hetzelfde. Alleen gewoon wat ouder. En wat korter natuurlijk. En dan heb je hier ook van die roostertjes. Die heb je hier ook zitten. Ja, hier zit hier de sticker. Aan deze kant mist hij. Dat is opeens heel raar, want het ziet er opeens heel open uit. Maar ik denk dat hij hier nog teruggeplakt moet gaan worden. En normaal zou daar een sticker te zitten. Maar dan weet je het een beetje. Nou, ik kreeg ook van heel veel mensen de vraag van... hoezo rijden de bussen soms met een nieuw logo of een oud logo? Nou, dat heeft gewoon puur mee te maken omdat toen wij het begonnen was het nog het oude logo. En dat wordt allemaal langzamerhand wordt dat overgezet naar het nieuwe logo. Dus dan weet je een beetje hoe dat in elkaar steekt. Ik denk dat het alleen voor deze bussen niet meer gaat gebeuren omdat het einde is van de concessie. Maar elke bus eigenlijk van heel Arriva heeft ondertussen het nieuwe logo. En mocht dat nog niet zo zijn, dan gebeurt dat snel. Mocht je het nog niet weten, dit is de 8855. Nou, dit zijn dus de achterkant van die bussen. Alleen het is niet helemaal eerlijk omdat één van die bussen reclame heeft. Maar je ziet wel een beetje het verschil wat het inhoudt. Je ziet waar die Citea, dat daar zeg maar een soort van zwarte omhulzing zit voor de achterrijlichten. En dat het allemaal gewoon wat meer gestroomlijnd is. En dit is gewoon wat meer vierkant. Voor de mensen die het weten, dit is dus een Ambassador en dat is een Citea. Dan weet je een beetje wat het verschil is tussen die wagens. Maar ze beschikken allebei over die sticker die erop zit voor de dode hoek. Dus als je er bijt, blijf altijd achter die bus. Altijd. Nooit rechts inhalen. Nou, we hebben ze even naast elkaar gezet ook. En nogmaals, hebben we ook even de achterklep open gedaan. Je ziet dat het ook heel verschillend is. Deze kan nog verder open. Alleen voor het filmpje heb ik dat nou niet gedaan. Want ik heb het idee dat als ik deze verder open doe, want ik heb deze nog nooit echt open gedaan, dat die misschien eraf komt op een of andere manier. Volgens mij kan dat niet, maar... voor de zekerheid heb ik hem even zo gelaten. Hij kan via boven en onder open. En deze gaat gewoon één keer open. En binnenkort ga ik wel meer in over de motor van de bus. Want je kan natuurlijk nu ook heel goed zien. Je ziet hier de motor, olie, tank en al dat soort zaken. Maar daar gaan we binnenkort wat meer over praten. Maar dan moet je even de kanaal in de gaten houden. Er komt snel een video bij. Nou, de bus staat ondertussen aan. En zo gaat hij dus uit. Zo, en dan stopt hij weer. Je ziet dat alle kettingen hier gewoon stoppen. Dan gaan we deze eens even luisteren. Nou, in principe werkt dit hetzelfde. Alleen je hoorde natuurlijk ook wel een paar keer die pofjes, weet je wel. Je hoort dat die aan het blazen is, maar dat is allemaal Ambassador gewoon. Dat hoort er gewoon bij, denk ik. Ik heb geen idee. Zo, ondertussen in Goudrak aangekomen met de 196. Ja, deze lijn ga ik best wel vaak. Dus altijd wel leuk om hier een keer uit te stappen. Ik ben hier nog nooit uitgestapt, geen grap trouwens. Ik moet ook over 1 of 2 minuten vertrekken. Dus dan gaan we snel door. En we zijn weer een paar uurtjes verder
in Gouda, jongens. We zijn aangekomen op het station en ik ga mijn laatste ritje alweer rijden. Ik heb vandaag niet heel veel rijbeelden opgenomen, maar ik kan je wel beloven dat het binnenkort er echt aan gaat komen, jongens. Duurt niet lang meer. De camera's zijn onderweg. Geen grap, jongens. En dan kan ik eindelijk die POV's maken die jullie willen hebben. Dus nog heel even geduld. Zo, en we zijn weer terug thuis in mijn mooie woning. Op dit moment ben ik dus uit de vlog aan het editen. Dit is nu dinsdagavond 11:45 s'nachts. En ik heb vandaag niet heel veel gevlogd. Gaat nog wel gebeuren, jongens. Maak je geen zorgen. De vlogs worden gewoon steeds langer en langer. En vooral als die rijbeelden komen. Daar wou ik nog even op terugkomen. Ik heb natuurlijk heel lang van mensen gehoord dat ze de wens hadden dat ik wat meer rijbeelden zou maken van de bus zelf en van het stuur. Nou, nu ben ik hartstikke druk mee bezig. Ik heb hier nu al een GoPro liggen. Ik moet alleen even wat dingetjes te verhalen, zodat hij niet zo snel leeg gaat. En mocht je nog tips hebben, stuur ze vooral even door in de comments. En ik wil nog wat leuks aanhalen. Er komt ook een andere vlogcamera aan, die is ook onderweg. De kwaliteit gaat echt alleen maar meer omhoog. Maar dat betekent wel dat ik wat langer doe over die vlogs maken. Dus het kan zomaar zijn dat de dagen niet helemaal kloppen. Dat er soms een vlog te laat komt, misschien niet. Ik ga wel zoveel mogelijk mijn best doen, maar mocht het een keer gebeuren dat het niet zo zijn, hou dan vooral even mijn Instagram in de gaten. Mijn Instagram staat hieronder. Quincy Reunen, volg me even. Daar post ik heel veel mijn verhaal. Ook van waar ik ben en wat ik rij. Dus ben je daar geïnteresseerd in? Ik zou zeggen, volg me op Instagram. Dat is altijd tof. En ja, die kwaliteit gaat sowieso omhoog. Daar ben ik je ook heel dankbaar voor. En ik heb nog wat leuks. We hebben natuurlijk de 5000 abonnees gehaald. Dat is natuurlijk onwaarschijnlijk gewoon bizar gaaf. Want dat is echt mijn droom. En het gebeurt allemaal gewoon. En de 10.000, jongens, het komt allemaal gewoon zo erg in de buurt. En het is allemaal zo eng. En het lijkt ook weer gaaf. En zoveel gave dingen kunnen doen. En nog steeds gaat doen. Maar ik dacht dat het voor de 5000 abonnees wel leuk was om een Q&A te doen. Nu beantwoord ik natuurlijk al heel veel vragen in de comments van jullie. Maar nu leek het me ook wel leuk om daar gewoon een aparte video over te maken. En dat doe ik dan ook met de andere camera opnemen. Zodat ik zeg maar een betere kwaliteit video kan neerzetten voor je. Beter geëdit en meer erop en eraan. Dus laat me even weten wat je daarvan vindt. Ik zou zeggen, stuur je vragen in de comments. Ik ga proberen zoveel mogelijk vragen in een tonnetje te gooien. En dan jouw vraag mee te nemen bij de Q&A die ik ga opnemen. Maar dan weet je dat, dus als je een leuke vraag hebt voor me, over mij, voor mij of iets anders, mag ook, hoeft niet per se over de bus te gaan, dan zal ik daar gewoon binnenkort antwoord op geven op een leuke Q&A die ik daar ga opnemen. Dus dat. Nou, lieve mensen, ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik heb heel veel informatie verteld in deze video. Laat allemaal een blauw duimpje omhoog achter. En als je nog andere dingen wil zien of ideeën hebt voor content voor mij, dat zou ik heel fijn vinden. Want ja, jongens, niet heel vervelend bedoeld, maar op een gegeven moment weet je gewoon niet meer wat je moet filmen, dat je dan eigenlijk al alles hebt gefilmd. Maar tot nu toe heb ik nog heel veel ideetjes liggen. Dus dat gaat nog wel even voorlopig goed vooruit. Ik zou zeggen, jongens, bedankt allemaal voor het kijken. Ik zie je bij de volgende video. En tot snel. Abonneer op Quinca. En ik zie jullie snel. Doei. Dag. Dag hoor. Dag. Ik ga echt slapen. Ik moet echt. Oh, ik moet slapen. Hey, vliegtuig.